Paula, dígame. Ahorita estamos hablando, we hebben gepraat over hoe kan iemand lid van jullie worden en wat zijn de voorwaarden, die heb je allemaal genoemd. Dan moet Johanna nog zeggen de vertaling straks even doen. Maar hoe kan iemand contact met jullie nemen als APC? Ik wil lid worden. Nou, ik weet de voorwaarden al, maar hoe kan ik contact met jullie nemen? Is belangrijk. Ja. Alles wat je kan noemen, noem het maar. Ja, je kan in contact met ons komen via social media. Dus daar praten wij over Facebook en over LinkedIn. Daar hebben wij ook een profiel. Okay. Namens APC, Asociación de Profesionales Colombianos en los Países Bajos. Dat is op Facebook? Op Facebook en ook op LinkedIn. Oké. En natuurlijk, wij hebben ook een website. Die is www.profesionalescolombianos.nl. Oké, dus één woord, Profesionales Colombianos. Ja, achter elkaar. Ja. Daar is alle informatie te vinden over ons. Daar is een contactformulier. Oké. Onze e-mailadres is profesionalescolombianos@gmail.com. Profesionalescolombianos@gmail.com. .nl. Profesionalescolombianos.nl. Apenstaartje. Oké. Precies. Okay, dus dat zijn de manieren en wij hopen inderdaad een nieuw beleid binnenkort te mogen verwelkomen. Ik heb jullie ook op mijn Facebook van Letterrede Almere de Roma, dus ze kunnen ook via Almere de Roma toevoegen als ze het willen. Johanna ook heeft. Johanna, kan jij die vertaling doen? Puedes hacer un poco la traducción de la pregunta número 9, cómo pueden una persona unirse a APC y cómo uno puede contactar con ellos. Claro. Pueden ser miembros de la asociación todas las personas de ambos sexos, mayores de edad y con capacidad de obrar que cumplan con todos los siguientes requisitos. Tener la nacionalidad colombiana o tener un vínculo directo de carácter profesional con Colombia, bajo consideración de los miembros del comité directivo. Tener título profesional. Residir actualmente o haber residido en los últimos años en los Países Bajos o tener planes concretos de residir en los Países Bajos durante los 3 primeros meses. Sí. A través de la página www.profesionalescolombianos.nl. Se me está olvidando el español. Allí encontrarán toda la información relevante para contactarnos, ya sea por correo electrónico o por medio de las redes sociales. Ah. El correo electrónico es profesionalescolombianos.nl@gmail.com. Perfecto. Así. ¿Otra vez? profesionalescolombianos.nl@gmail.com. Ajá. Correcto español. Correcto, correcto, correcto. Vamos con COP Colombia porque daarvoor zijn jullie hier ook voor de COP Colombia. Ik heb al vanaf verleden week al een beetje promotie gemaakt via Almere de Roemba over COP Colombia. Wat zijn ze ongeveer, wat komen ze doen? Maar het is belangrijk omdat jullie gebruik van maken van deze uitzending. Want deze jongens, ja, dat zijn jongens die helemaal geen geld hebben. En ze wilden al vanaf 2012 komen naar Nederland. Ja. Eindelijk komen zij. Maar wat is eigenlijk COP Colombia? Wat betekent dat eigenlijk? Wat moet ik bij voorstellen? Ik weet wat het is, maar voor de mensen die niet weten. Als jij even kan uitleggen, Paula, wat is COP Colombia? Ja. COP Colombia staat voor Constructores de Paz. In het Nederlands betekent dat bouwers van vrede uit Colombia. Letterlijk vertaald inderdaad. Ja. En COP is een non-profit stichting, een organisatie die een sociale integratieproject ontwikkelt met de naam Geef me een kans. Mm-hmm. En dit project is gericht op kwetsbare kinderen en jongeren uit arme buurten in het zuiden van Bogota, de hoofdstad van Colombia. Ja. Oké. Paula, of Johanna, pardon. O lo hago yo. COP Colombia, Constructores of Peace of Colombia. Constructores de Paz Colombia, sí, of Peace of Colombia es una organización sin ánimo de lucro, el cual desarrolla un proyecto de inclusión social llamado Dame una Oportunidad, dirigidos a niños y jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad de barrios pobres al sur de Bogotá, localidad Usme, de Usme. Ok. En de volgende vraag voor jou, Paola, is wanneer is COP Colombia begonnen en wat is eigenlijk hun doelstelling? Het is belangrijk toch dat mensen een beetje weten wat de doelstelling van COP Colombia is. En dan gaan we praten over van oké, wat komen ze hier doen, want dat is belangrijk. En wat zoeken we eigenlijk? Maar wanneer zijn ze, je hoeft niet heel veel te vertellen over COP Colombia, maar als je iets kan vertellen,
over Kop Colombia. Wat is Kop Colombia? Kop Colombia is... wanneer zijn begonnen? Sorry. Van start gegaan in het jaar 2006. Ja. Yeah. Toen is de oprichter Hugo Flores en Litouwse Poje en Nederlandse die maatschappelijke projecten in Colombia uitvoert, elkaar weer ontmoeten. En toen hebben ze besloten om samen te gaan werken. Ja. De belangrijkste doelstelling van Kop Colombia is om kinderen die in gevaar lopen door de ernstige sociale problemen van de Colombiaanse maatschappij te helpen door middel van de voetbal. Voetbal wordt daar gebruikt als een instrument voor preventie. En op deze manier wordt het bijgedragen aan het vergroten van de kansen van kinderen die op dit moment een moeilijke toekomst in zich hebben. Oké. Joana? Sí, claro. La organización, consultores, ¿cuándo comenzaron? Comenzó legalmente constituida en el año 2006, cuando su iniciador Hugo Flores Clavijo y Lidwin Sumpole, activista de los derechos humanos y ciudadana holandesa, hoy directora de Manos por la Paz Internacional, se reencontraron en Colombia luego de 10 años. ¿Y qué es el objetivo? El objetivo principal del proyecto es ser actores de prevención frente a los graves flagelos sociales, drogadicción, reclutamiento forzado, pandillas juveniles, barras bravas, deserción escolar, embarazo prematuro, etcétera. A los que los niños y jóvenes de los barrios pobres se enfrentan a diario, utilizando el fútbol como una herramienta de prevención y una estrategia de impacto. Para la sana convivencia y aporte a la paz del país, el cual ayuda a mejorar el entorno social de los chicos y a proyectarlos para que construyan sus propios proyectos de vida. ¿Cómo organizan sus actividades? ¿O reciben ayuda? ¿O reciben subsidio? Want het gaat eigenlijk om de jongens die nu komen, maar wat doen ze eigenlijk? Want het is belangrijk, iedereen kan een organisatie hebben, maar je hebt geen geld. Maar wat doen ze? Hebben ze iets gedaan of doen ze? Kan je heel kort iets vertellen? Ja, klopt. Helaas krijgen ze geen ondersteuning, geen financiële steun van de Colombiaanse regering. Krijgen ze niet? Nee, ze zijn volledig onafhankelijk. Mm-hmm. En de belangrijkste steun die ze krijgen is afkomstig van Litouwse Poje, familie en vrienden die geloven in dit project. Daarnaast organiseren andere soort activiteiten om fondsen te verven. Activiteiten zoals feesten, loterijen en dergelijks om geld in te zamelen. Ja. Daarnaast hebben ze ook heel veel vrijwilligers in de organisatie, zoals bijvoorbeeld de trainers. Ja, die werken in de organisatie. Op vrijwilligersbasis. Oké. Joana? Sí. El número 13. Cop Colombia no ha recibido apoyo de las entidades del Estado. Al ser una organización totalmente independiente, el pequeño pero importante apoyo en estos 6 años ha provenido de Ludine Sampolo, sus familiares y amigos quienes han creído en el proyecto. La gran mayoría de las actividades se hacen a través de bailes, rifas. De vraag, ¿y cuántos jóvenes hacen parte, hoeveel jongeren telt Cop Colombia? Wat is hun verleden? Dus het gaat nu om even, ik weet dat 250 kinderen zijn, dat jongeren. Klopt. Totaal, maar de jongens die hier naar Nederland komen, hoeveel zijn dat? Dat is een groep van 22 kinderen, ja? Plus een trainer en de directeur van het project, Hugo Flores. Dus in totaal 24 mensen. 24 mensen, ja, die komen hier naar Nederland. Ja. Oké. En wanneer komen zij? ¿Qué día llegan? Ze komen naar Amsterdam op 27 maart. Ja. Om 5:30 aan het eind van de middag. Ja. Naar Amsterdam. Naar Amsterdam. Wat voor leeftijd hebben we het nu over? We praten over jongeren tussen de 14 en 16 jaar. Mm-hmm. En wat gaan ze hier doen? Ze komen hier als gast van een internationale voetbaltoernooi. Ja. Die worden gehouden tijdens Pasen. Mm-hmm. En Wanrooi en Brabant. Wanrooi en Brabant, oké. Ja, klopt. El grupo de Copa existe de 250 niños en total, pero o sea, vamos a tratar de ser el grupo que va a venir a Holanda. Bueno, es un grupo seleccionado de 22 chicos, quienes se prepararon por espacio de cerca de un año. Un profesor y el director de proyecto llegarán a Ámsterdam el día 27 de marzo a las 5:30 de la tarde vía Lufthansa. La delegación de chicos entre los 14 y 16 años participarán como invitados al torneo internacional de fútbol Easter Open.
en Van Roy, al noroeste de la región de Brabant. Ok, vamos con música y después hacemos las dos, tres últimas preguntas. Alejandor met de interview met Paola Enriquez van Comiche APC en Freddy Galliano via Almere de Rumba. Paola, de groep bestaat uit 250 jongeren in totaal, maar die 22 jongeren die hier komen naar Nederland, komen voetbal spelen bij de Easter Open. Maar wat hebben zij zelf gedaan eigenlijk om een kost te begossen? Hoe komen ze naar Nederland? Want ik heb ook begrepen dat een aantal instanties hebben geholpen. Kan je daar wat meer van vertellen? We weten dat ze zijn arme kinderen, die komen uit arme gezinnen. Ja. Maar dus wat ze hebben wel gedaan samen met hun ouders was om loten te verkopen. Aha. Iets meer dan 100 loten per kind. Maar okay. Met het geld kunnen ze, hebben ze dus een deel van de vliegticket kunnen betalen. Mm-hmm. Daarna hebben ze dus ondersteuning en steun gekregen van de Nederlandse ambassade. Nederlandse ambassade? Ja, Nederlandse okay. ambassade in Bogota voor het regelen van de visum. De ambassade van Colombia hier in Nederland neemt de kosten van culturele en recreatieve activiteiten in de stad voor hun rekening. En wij, APC, Asociación de Profesionales Colombianos en los Países Bajos, helpen ook met het zoeken van huisvesting en maaltijden voor de kinderen voor 2 dagen tijdens hun verblijf in Amsterdam. Dat is op 27 en 28? Dat klopt, 27 en 28. Oké, ik ga even vertalen. ¿Qué hicieron ellos mismos para cubrir los gastos para Holanda? Surgió la idea de los chicos junto con sus padres vendieran 100 boletas para sufragar parte del tiquete aéreo y la organización buscaba apoyo económico para cubrir el resto del tiquete. Los organizadores del torneo sufragan el hospedaje, la alimentación y varias actividades culturales para el grupo de COP. La Embajada de los Países Bajos en Colombia asumió el costo de todas las visas. La Embajada de Colombia en los Países Bajos asume los costos de una actividad cultural y recreativa en esa ciudad. Y finalmente la APC, de donde ustedes son, en Holanda apoya a través de varios sus asociados con el hospedaje y alimentación de los chicos por 2 días de estadía en Amsterdam. Y eso estamos buscando, o sea, para el 27 y 28 la estadía. Sí. Ok, iedereen die nu luistert even, wij zijn op zoek voor deze jongeren. ¿Por cuántos ya tienen estadías? Porque antes que voy a decir para los 22, ya tienen. Tenemos 17 en este momento. 17 estadía, ¿pero qué significa eso? ¿Que un chico por cada estadía o...? La persona puede hospedar 1, 2, 3, los que quiera hospedar. Ok. Lo importante es que lo recoja el 27 después de las 5:30 en el aeropuerto en Schiphol. Ya. Yeah. Lo recoge y lo lleva a su casa. Y no importa si no vive en Ámsterdam, que vive en una ciudad cercana, yeah. pero que se compromete en cubrir los gastos del transporte. Eso es lo más importante. Entonces, y acogerlo realmente. Es importante que los chicos se sientan como en casa porque es una experiencia única en sus vidas y mm-hmm. para sus proyectos de vida es realmente importante. Ya. Yeah. O sea, la persona que quiere dar, que quiere ayudar que nos, con el hospedaje el 27, el 28, también ustedes piden para que los recojan. Sí, los recojan. O sea, desde ese momento que están en el aeropuerto ya conocen a la persona. O sea, sí. para crear también un, ¿cómo se dice? Un bond. Exacto. Sí. Un vínculo. Un vínculo. Y en esta semana, cuando ya tengamos más datos, vamos a crear un vínculo más directo con ellos porque van a tener su email y van a empezar a intercambiar información. Ok. O sea, toda la gente que, están, que ya se inscribieron o dicen que quiero apoyar, sí. van a contactar antes que lleguen a Holanda. Sí. Cada padrino ya le vamos a asignar el chico uh-huh. y el chico va a empezar a... puede tener ya comunicación directa y empezar a romper el hielo de una vez. Ok. Dus zij hebben al 17 mensen die willen helpen met overblijven, plaatsen, eten en drinken, alles erop en eraan. Wat zij ook vragen van, om een beetje band te krijgen met deze jongeren ook, omdat de mensen 2 dagen gaan helpen. Ja, we verwachten ook, zij verwachten ook dat, je, dat de mensen die helpen, dat ze de kinderen ook op Schiphol gaan ophalen. En voordat de kinderen hier naar Nederland komen, dan krijgt de persoon of personen contact met die kinderen via e-mail. Ja? O sea, necesitan cuánto, porque son 22 chicos, más los dos guiadores. 24. ¿Pero cuántas casas, o sea, necesitan más? ¿Cuántos hacen falta? 7. 6 más, porque hubo... Son 6, okay. faltan para
Faltan seis padrinos. Seis padrinos. Oké. Okay. We hebben nog zes mensen nodig die kunnen zeggen van joh, ik wil die kinderen voor 2 dagen in mijn huis hebben. En we zoeken in Amsterdam en of omgeving. Het maakt niet heel veel uit. Het moet niet allemaal in Amsterdam zijn. No tiene que ser todos in Amsterdam. Puede ser por los alrededores, cerca de Amsterdam. Amsterdam. En Utrecht, Amsterdam, Zaandam, también creo que Haarlem, también es un poco cerca. Y necesitan seis casas más. ¿Y qué más necesitan? Wij zoeken ook sponsoren voor het transport. Wij weten dat in Nederland het transport is erg kostbaar. Dus yeah. Dat gaan we. Maar heb je het over transport openbaar vervoer? Dus, openbaar vervoer okay. Tussen Amsterdam en Brabant. Maar hoe kan ik daarmee helpen? Zo'n strippenkaart kopen of zo? Voornamelijk geld doneren. Oké, geld doneren. Ja. Oké. Okay. En voor de gelddonatie, want we hebben het nu over geld, voor die donatie heb je een rekeningnummer dat mensen kunnen storten of moeten ze bellen? Ja, wij hebben dus een rekeningnummer. Ja. Dat is van de ABN AMRO. Ja, ABN AMRO, ja. Het rekeningnummer is 54-23-89-886. O sea, el ABN AMRO puede depositar su contribución en la número de cuenta 54-23-89-886. Ya. ¿Este detalle lo tienen en la página también de APC? Ya, dijeron en el website de APC, okay. En nombre, Facebook. ¿A nombre de quién? Ya, es belangrijk, inderdaad, dat moet namens Colombia Support Foundation. En met vermelding van COP bijdrage studiekosten. Oké, dus ik zie hier Support Reconciliation Colombia Foundation. Ja. Ja? Dus als ik geld wil doneren voor die activiteiten, dan is het ten name van Support Reconciliation Colombia Foundation. ABN AMRO, rekeningnummer 54-23-89-886. De opmerking moet wel erbij zijn dat het donatie is voor het project COP. Met vermelding van COP. Bijdragen, studiekosten. Klopt. Oké. Okay. Kom op. Que ellos necesitan apoyo acá cuando van a estar acá, pero también es importante que para los que puedan seguir colaborando, porque sus labores en Colombia siempre ellos están muy cortos de budget, de dinero. Sí. Entonces ellos siempre necesitan para alquilar canchas. Siempre necesitan. O sea, en Colombia, estás hablando en Colombia. Ya, yeah, ok. Entonces, para los que quieran seguir colaborando y no puedan ser padrinos porque viven lejos, los invitamos a que sigan colaborando con COP Colombia. Y esta misma cuenta mismo. Esta misma cuenta. Ok. Dus voor de mensen die niet kunnen meewerken met de slaapplaatsen voor 27-28, maar je wil wel iets doneren voor deze jongeren, want deze jongeren die gaan logisch terug naar Colombia. En ze hebben het daar heel krap, ze hebben geen geld. Maar ze willen ook voetbal blijven spelen. En deze jongen willen op het rechte pad blijven lopen. U kunt nog blijven doneren. Dus de donatie hoeft niet voor de 27-28 zijn en tijdens een verblijf hier in Nederland. Maar het kan ook als u zegt, van, nou, ik wil deze jongeren helpen bij spreken om in Colombia iets te kunnen doen. En de rekening is 54-23-89-886 ABN AMRO. Ten name van de Support Reconciliation Colombia Foundation. Maar si quiero ahora decir, bueno, yo quiero ayudar con para que quedan durmiendo. En mi casa, el 27-28. ¿Contacto el email? Exacto, vía once email van profesionalescolombianos.nl@gmail.com. Ok. O sea, si la gente quiere reaccionar también, que nos tienen a nosotros en el facebook.com/latinradiomedroom, también lo puede hacer, y yo les paso los datos. Perfecto. Si contact wil nemen met de begeleider daar, degene die hun begeleidt daar, Hugo Flores, dat kan hij doen op telefoonnummer in Colombia 571, 1 is creo que Bogotá, no? Ja. 739-1171, of wilt u een mailtje sturen naar hem, misschien wilt u op een of andere manier helpen. Maar dit is belangrijk, kunnen mensen ook, want we hebben heel veel stagiaires die onze programma beluisteren. Ja. En je hebt stagiaires die iets willen gaan doen. Ze moeten een stage gaan afmaken, een project gaan afmaken. Kan mensen vanuit hier ook daar gaan naar Colombia en met deze organisatie stage lopen? Weet jij dat? Goeie vraag, maar ik weet het eigenlijk niet. Nee, want ellos hacen uso de voluntarios. Yeah. En meestal la gente que va a coger stage es voluntario. No sabes. No, en este momento no sé. Bueno, pero si la gente quiere tomar contacto con Hugo Flores, lo puede hacer a través de Constructores of Peace,
constructorsofpeace@gmail.com. ¿Algo más? No, muchísimas gracias y esperamos que todos los oyentes nos apoyen. Claro, perfecto. Bueno, ¿quieren agregar algo más? No, agradecerles a sí, muchísimas gracias y no, fantástico que nos hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia. Sí. Están invitados, o sea, para venir para cualquier día, no solamente para COP, pero si un día tienen un proyecto, quieren hacer una entrevista, lo podemos hacer desde el teléfono también, pero hoy a mí me pareció muy importante venir hasta acá. Y pueden venir. El estudio. Ya, Freddy, dijiste cuando llegaste que... Ajá. Sí, la próxima vez no perdonamos el ron. O el aguardiente. Bueno, con la musiquita. Gracias voor het benieuwd, bedankt voor het komen en ik wens jullie, ik wens jullie heel veel succes met deze project en ik hoop dat deze jongeren het leuk zal hebben hier in Nederland. Espero que pasen unos tiempos buenos aquí en Holanda y que les gustan. Claro. Porque claro. Esa es la idea y que gozan. Porque el proyecto se cayó en el 2012. Sí, lastimosamente. Y ahora tiene que seguir. Bueno, okay. Gracias por estar aquí en el estudio de Almere de Rumba y Almere FM. Gracias a ustedes.